Hallo Heidi, wie geht's? Zit houden! Moeten we trouwens ook weer even gaan checken, want we konden niet van omhoog. Maar ik ga eerst, jongens, wat ik dus in de laatste aflevering wilde doen, meerdere dingen. Kijk, hier ben ik even stoen, krier, stoen, stoen. En daar kan ik dan een kutter van maken. Ja, ik weet niet meer hoe. Nee. Maar goed, en we gaan natuurlijk even met de amethyst en dat ding bouwen. Want ik wil hier mijn pas op, een zombie achter je. Ja, maar rot op, gast! Ja, kom maar lekker met mijn zonnebaden. Wat is dit? Wie zit hier zo... Oh, mijn god. Ik krijg gewoon jeuk aan mijn lip. Mijn god. Stikkeren met je bordje. Staat er niet bord placed by Peter Karel de Derde? Nee. Dus opnieuw. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe Epic Minecraft. Ik ga hier dus even een... ik heb een beetje een idee, zeg maar, wat ik wil doen. Voor de ruimte eventueel. Woody, je kan echt niet bouwen. Oh, shut up, Timmy. Ik weet dat jij het zei. Nou, wacht, laat ik dit nog even wegdoen. Dit gaat natuurlijk een proces worden. Het is niet in één keer klaar. Maar, jongens... Ik ga denk ik in het midden gewoon een ding doen. En dan allemaal aftakkingen. Zodat je een soort van... hoe je dat paleis in Frankrijk? Dat grote kruis eigenlijk. Van Lodewijk de Louis Vuitton. Ik weet niet meer van wie. Beetje dat idee denk ik. En dan wordt er één segment waar dus een crafting... Ik denk wel dat ik een Evil Lair... weer gaan maken. Want dat vind ik altijd wel leuk. En dan ga ik dan allemaal van die gekke experimenten weer neerzetten. Maar ja, dat. En dan ga ik hier even mijn crafting dingen maken. Ik wil dit wel oprecht. Ik wil dit oprecht zo paars mogelijk hebben wel. Met een paar zwarte accentjes. Dus ik denk dat ik het eerst paars dicht ga bouwen. Maar ik moet ook even kijken hoe dat gaat passen. Dus laten we... Laten we eerst kijken hoe dit gaat passen. Lekker geluid, jongen. Ik bouw hier heel graag mee. Fijn, nu regent het. Nou is mijn dag weer helemaal kut. Goed, die farm ga ik dus natuurlijk ook nog verplaatsen. Ik heb trouwens een extra kipje erbij, want ik had een ei gegooid. Er zat een kipje in. Een soort van lootbox, alleen dan met kip. Gaat het hier nu al scheef? Wacht, 1, 2, 1, 2, 3. Oké, nee, dat is goed. Toe, 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 toe. Hier is zo'n reclamedeuntje zo. Hoeveel van die stenen heb ik? Ja, dit doen we dan maar. Nee, kut, het is de verkeerde gast. Eigenlijk is het ook juist wel tof in de kelder. Maar het is ook tof als dit zeg maar het soort van het midden is. Vandaar dat het hele gebouw, weet je wel. Dat vind ik op zich wel wat hebben. Op zich. Oké, dan gaan we nu even beginnen met de... Ik moet dit niet verpesten trouwens, want dat zul je weer net hebben. Dan kan ik ze niet oppakken. Even kijken. Ik denk dat we hem dan hier neerzetten met... Het is niet nacht of zo, hè. Dan moesten die boekenkasten... Die moesten er omheen. En dan kon je volgens mij al als je iets erin deed... Ik weet niet wat precies het moet. Ja, we gaan ze gewoon allemaal plaatsen, denk ik. Zo. Ik moet oprecht even kijken. 24 required. Moet dit niet level 30 zijn? Maar goed, het idee is in ieder geval wel duidelijk, I guess. Ik moet even mijn schep hebben. Schep. Oh, ik heb hem gewoon in mijn hand. Jezus, ik ben dom. Woody, je bent zo dom. Shut up. Ja, dit van het huis moet ook nog allemaal weg, man. Dat gaan we daar gewoon aansluiten. Dat is het enige jammer voor nu. Het wordt niet helemaal open. Ik heb trouwens niet zoveel stenen van. Oké, nu beginnen ergens op te lijken. Buiten de honden weer is. Janken. Voor nu wil ik dit vooral even dicht zetten, want het is een beginfase. Er komen nog deuren in en alles weten wel. Voor nu wordt het gewoon even een knushok met een beetje het globale idee, zodat ik het niet vergeet. En daarna gaan we meteen naar de toeren. Zo knus. I know. Ik maak het nu gewoon even dicht, jongens. Voor het idee. Ik ben benieuwd wanneer de huisjes-eigenaar ook even terugkomen. En dan ga ik zeggen dat iemand anders hun ding heeft gestolen. Ja. Hé, kijk hier. Enchantment room. Dit wordt nog veel mooier wat ik zei. Maar goed, voor nu is het helemaal prima. Dit is geen van cool. Komt helemaal goed. Ja, dit is echt heel krap dichtgebouwd. I know. Het wordt nog mooier. Oké, op naar de toren. Ik heb geen deur, of wel? Nee, die heb ik niet. Nee. The Tower of Ancient... Kijk, Jeep of the Gods spreekt gewoon voor zich. Weet je wel, als ik dat zeg op mijn archviews. Maar nu weet ik... Ik zeg de tower van... daar hak ik gewoon een beetje vast. We weten het gewoon niet. De tower van wat? De tower from... your mama! Epic. Hebben jullie al geabonneerd? Jongens, roedestripshop.nl trouwens. Goed in de gaten houden, want daar komt binnenkort iets sicks, bruh. Wat is dit? Klik hier om naar de... Ik die dingen probeer te ontcijferen. Kijk mijn blote reet. Ziekenhuis, serie, hoe. Tenminste, ik mag hopen dat ik nu in het ziekenhuis lig, want ik ben een beetje boos op het ziekenhuis. Wat is dit? Ga naar... Wat? Huh? Ga naar... -2409-67-3... Ja, je moet ik een fotootje van maken, jongens. Mijn herinnering is niet meer zo goed, hè? Kijk, fotootje gemaakt. -2... Wacht, moet ik nou de toren dan weer uit? Is dit gewoon... Want dit doet allemaal... Hé, ik kan hier even brewskies maken. Let's go. Ja, daar hangen we allemaal kompas. Ja, ik weet niet of dat voor de sier is. We gaan maar gewoon op de speurtocht. We gaan gewoon rondspeuren. Jammer genoeg geen nog steeds. -2409. Dit is wel heel handig, oprecht. 2409, dat is hier. 6-7, ja, dat boeit niet. 3008. Holy shit, gast. Nou, dat wordt een hele lange rit. Is dat niet dichter bij mijn basis? Nee, het is echt pauper ver weg. Oké. Nou, laten we gaan redden. Heb ik genoeg eten bij voor dit? Dit gaat echt heel lang duren. En het is nacht. Top.
Ja, nee, ik heb geen shield bij. Don't kill me, please. Don't kill me, please. Ik had Hanneke moeten temmen. Ik had dan een zadel, dus weet je, een beetje Hanneke zou niet verkeerd zijn geweest. Hanneke? Gerda? Celsius? Spirit? Oké, bro, nog 2100 meter en dan linksaf. Alsof je in Duitsland op de snelweg rijdt, weet je wel. Nog 300 kilometer rechtdoor, dan rechtsaf, afslag 69. Oh, ja. Nou, ben benieuwd wat daar op die coördinaat is. Het is wel echt ver weg. Als daar geen diamond blok ligt of zo, of een keer een beloning. Want ik zit die toren de hele tijd te runnen, weet je wel. En aan de ene kant vind ik het lekker, want ik word geprikkeld. In de zin van, ik moet weer even nadenken in Minecraft. En weet je, het is een soort van test. Aan de andere kant, ik doe het steeds. En de enige beloning is dat ik alleen maar verder omhoog ga. Dus wat wil men nou omhoog hebben? En waarom geef je me geen diamonds? Dat is eigenlijk de vraag. Ook als ik een vriendin heb altijd is van, ja, je bent heel leuk en zo. En dan wel aantrekkelijk en weet je. Oh, het smerkt. Maar waar zijn de... Waar zijn je diamonds? Weet je, waar zijn die diamonds? Het is heel leuk dat je aantrekkelijk bent en misschien een beetje karakter hebt of niet. Maar ik loop hier niet voor niks in mijn ziekenhuisjurken met blote reet. Ik verdien diamonds. Weet je hoe zwaar mijn leven is? Ik kan alleen maar beter worden met diamonds. Stacks. En emeralds. Trouwens, ik wil ook even een village hebben, man. Ik moet echt... De volgende aflevering ga ik een village zoeken. Dat moet echt even gebeuren. We moeten sowieso even dimmen, denk ik, met die toren daarna. Even gewoon even flink Minecraften. Want ik wil wel een beetje een mooie hut hebben. En als het kan ook even wat wapens, want ik wil mensen voor een kop schieten. Man, ik had eigenlijk gewoon een boot moeten maken in Minecraft. Oh, dat zou nog wel kunnen trouwens, want dit gaat echt te lang duren. Ik heb een crafting table en ik heb hout, dus dat is top. Hoe maar een boot is volgens mij gewoon een kuipje toch maken. Oh, dankeschön. Zeer goed, zeer goed. Let's go! Dit is veel leuker om een blote reet. Let's go! 1600 meter nog. Dit gaat wel een stuk sneller, man. Ja, een heel stuk sneller. Laak. Wat? Nee. Huh? Hallo? Hallo? Wat? Nee, mijn boot! Nee, joh. Oh. Waarom ben je na? Wat is er? Niet naar mijn reet kijken. Rule number one. Hé, hey, Joost. Huh, waar kom jij? Huh? Ben jij ook? Ik zat op een boot net. Ik ben hier naartoe getippeet of iets. Ook er gebeurde iets geks. Wacht. Yo! Eindelijk leven trouwens. Holy shit. Ik heb zoveel huizen gevonden, maar geen personen. Ben jij die robotman die me de hele tijd aan het beschieten is en shit aan het doen is? Nee, ik heb nog geen robotman gezien. Ik heb wel iemand de toren in zien rennen. Ja, ik ook. En die heeft net allemaal bliksem en zombies op mijn base laten vallen omdat ik niet luisterde naar hun commando's. Ja, ik denk, wat is die kuttoren? Oh. Heb jij die toren ook gezien? Ja, maar ik heb jou dan nog nooit gezien. Dan wil Kerst is misgelopen. Wat, hebben we een eigen toren dan? Ik heb het gevoel dat we allebei dezelfde toren ingaan telkens, of niet? Dan zullen ze twee torens hebben. Waar woon jij? Oh, dat is een goeie. Ik woon in een land hier heel ver vandaan. Wil je de coördinaten van mijn house weten? Mijn huis zit op -2500, -1414. Oh, dat is echt compleet ergens anders van waar ik woon. Oh, en we zitten nu ook op een hele andere plek. Ik ben getp'd. Ja, joh, ik zat net op mijn boot nog. Dus ik dacht even dat ik aan het trippen was. Weer de verkeerde Minecraft paddenstoelen. We zijn blijkbaar ergens anders. Maar goed, oké, wacht even. Ik heb dit ingestudeerd. Hallo, mijn beste kameraad. Kan ik jou misschien interesseren in een lekker Brouwhof bier? Voor veel plezier, kom dan hier voor echte Joost Brouwhof bier. Is goed, man. Ik hou al van een pilsje. Brouwhof bier. Bottoms up, baby. Cheers, man. Dat is yo. Nou, dat pilsje kon ik ook gebruiken. Oh ja, het smaakte wel gek, maar ja, bier, hè. Je gaat er wat snel van rennen, zeg maar. Ik weet niet, er zitten wat geheime ingrediënten in. Weet je wat ze zeggen over bier? Piswasser en zo, toch? Dat is een Bavaria, dit. Nee, dat is hartstikke lekker, toch? Ja, het smaakt gewoon prima. Ligt aan de avond. Ja, ligt aan. Ik doe wel even een broek aan ook voor jou, anders moet je daar naar kijken. Maar goed, als je nog een biertje wilt, moet je maar een keertje langskomen. Hé, Goed dat ik weet waar je woont ook, Joost. Verder gaan, want... Oké, in mijn toren... Ben ik nu op level 4 of zo? Ik weet niet wat jij allemaal hebt gedaan. Hoe is jouw toren? Jouw toren, we hebben toch gewoon. Er is toch geen één toren, of niet? Ja, ik deed van die air quotes. Omdat ik jou echt compleet niet heb gezien al die tijd. En jij bent ook hier, dus ik neem aan dat we allebei op level 4 zitten nu. Het is gewoon multiverses, bro. Multiverse bedoel ik. Oké. Multiverses, ja. Lekker spon. Beste reizigers, welkom in Duo Bo. Iedere speler kiest één kant. Probeer op het einde 3 keer de target te raken door samen te werken. Je zal elkaars hulp nodig hebben, want de andere, anders haal je deze quest naar samenwerken. Oh man, is dit zo'n Joost X? With the power of friendship. En dan even zo'n X maken. Je moet even je vinger naar de... Yeah. Oh, sorry. Oké, ja, ik geloof het. Oké, ik ben links, dus ik ga links. Nee, wacht, jij gaat links, want ik kom rechts. Oké, nou...
Ik heb geen boog, trouwens. Ik weet niet. Ik ook niet. Ik heb alleen een pilsie, een lekker brouwbier. Ja, je hebt gewoon bier. Zo hol een tank ook, jongen. Ja, jongen, alleen maar tanken. Ik heb nu wel jump boost. Ik kan niet cheaten. Ah, bro, geef mij bier. Ah, ik moet het legit doen. Ja, Joost, jij hebt bier. Ik heb Minecraft skills. What the fuck? I suck at this. Ik heb een knoppie hier, oh. Geef me een half uur, Joost. Oh, ik kan jou helpen. Hoe moet mij helpen? Ik heb een knoppie hier, oh. En dan gaat jouw piston omhoog daar. Wat, doe eens. Ik heb alleen geen pijl en boog. En ik moet daar wel op schieten zometeen. Oh, ik denk ook dat je dat legit moet doen. Want anders kan ik niet verder. Oh, hier is een knopje. Oh. Heb ik een zombie gespannen bij jou? Nee. Ik hoorde allemaal zombie geluidjes. Nee, is oké. Okay. Oh, er spannen allemaal zombies daar. Oh. Oh, jij moet nog dat stuk halen. Wacht. Kijk dan even terug. Ik kan niet echt meer terug, Rudy. Je moet het even zonder mij doen. Oké. Okay. Ja, ik kan niet verder in ieder geval. Hallo? Hallo. Hey, Joost. Hey. Jij hebt een chest daarboven. Zie je die chest? Ja, maar ik kan die jump niet halen, man. Nee, maar wat? Het is gewoon parcours, toch? Ja, maar ik kan niet verder. Jij hebt hier volgens mij van die blokken die uitsteken, ja. Ja, juist, juist. Nee! Oeh! Ja, oké. En nu wel? Ik heb nu een boog! Hey. Maar geen pijlen. Maar ik moet volgens mij ook mijn boog pakken. Ik zie daar ook een chest bij mij. Ja. Jij kan die jump sowieso halen, toch? Ja, ik heb hem met mijn brouw. Hé, hey, what the fuck? Alles, maar... Oh, ik heb ook iets open nu, of zo. Ja, ja, ja. Ah, goddammit. Ik ben toch een parcoursgod, man. Wat is dit nou? Volgens mij niet. Moet je niet via deze kant bij mij? Nee, ik kan niet. Ja, we hebben allebei een eigen kant op. Ja, nee, maar ik bedoel, als je, zeg maar, nu richting mij, richting die piston. Ja, maar ik kan daar niet echt, dit is echt maar alleen op het knopje te drukken, volgens mij. Kun je er niet op staan? Nee. Oh. Kan... Lekker, Joost! Oké, ik heb alleen een boog, maar geen arrows. Ja, ik heb hetzelfde, en er zit een zombie hier beneden, dus ik ga even slopen. Ja, ik heb een knopje gevonden, en als ik daar druk, dan spawn ik zombies, dus, sorry. Yes. Volgens mij, wacht, oké, hold up. Ik kan hier nu wel doorheen. Ik kan meerdere kanten op, man. Is het een dolof? Oh mijn god, het is een dolof. Oh, jij bent een dolof. Nice. Oh nee. Ik ben er doorheen. Haha, I'm a genius. Oh, nice. Look at you. Hey, Joost. Pak nog een biertje, ik heb dorst. Ja, dat mag. Als je zo met al die uitzet, mag je weer een pilsken. Oh, ik heb hier een... Oh, wacht. Ik heb hier een bordje staan, man. Ja, staat erop. Geef pijlen aan de andere speler. Gebruik je boog. Oh, je kan door de... Nee, je kan door de wapen heen schieten. Oh, oké. Okay. Maar heb ik juist pijlen nodig? Hier. Spande dat wat? Wat deed je? Net toen ik hier op drukte, spande het allemaal monsters, maar nu niet meer. Oh, ja, nee, ik zie geen... Oh, wel iets. Ik kan deze dingen uitklappen voor je. Oh ja, dat is nice. Doe eens. Oh, er is een timer op. Oké, komt-ie. Ah, ik faalde. Moet je dan meteen naar die volgende springen? Ja, want hij de vijf is zeg maar een beetje... Oh, wacht, oké. Okay. Ja, doe eens. Kom hier. Laker. Ik weet niet of ik deze kan eten. Ik weet niet. Oh, wat doet hij? Wat doet hij? Die duwt jou weg. Die duwt mij eraf, denk ik. Volgens mij is dat meer om te trollen. Oh, je hebt ook een glazen wall of zo. Oh, wacht. Kan ik hem doen? Oké, ik ben nu hier. En nu? Ik kan hierop springen. Kan ik je eraf duwen? Oh ja, ik kan nu op... Oh ja, als ik nou arrows zou hebben, zou ik nu op de targetblok kunnen schieten. Oh, ik heb ook geen air. Oh, wow, ik zie allemaal hendels hier. Ik ga even kijken. Hoe begin ik? Oh, ja. Doe eens. Lekker man. Nou ja, er gebeurt iets. Oh, wat hoor ik? Ja, er spawnt een villager. Een pillager? Ja, onder je is er een pillager gespawnt. Je bedoelt een villager met een P? Ja, een pillager met een P, ja. Kut. Er is er nog eentje gespawnt nu. En er is er nog eentje. Oh, deze hebben natuurlijk pijlen, of niet? Ja, oké, pak ze snel voordat ze die spawnen. Ze zitten op de grond daar ook, een hoekie. Oh, ik heb pijlen. Oh, ik ga dood, ik heb geen shield. Oh, nee. Yes, nice. Don't shoot me, please. Au. Oké, ik heb 4 pijlen. Ja, schiet ze door de lava. Oké, geef pijlen aan de andere speler. Bonk. Yeah. Oké, hoeveel heb je dan nodig? 3? Zullen we het 1 proberen? Ja, is goed. Want ik heb hier ook 1 target, maar ik weet nog niet wat het doet. Oh, dan schiet dus op die targetblok. Boop. Ja, dat spande bij mij een zombie. Oké, top. Eigenlijk komt het erop neer dat we nog 1 target moeten vinden, toch? Ja, I guess. Ja, ik heb die knoppen indrukken, die hebben jou volgens mij alleen maar een extra arrow gegeven. Ja, kom. Joost, we gaan terug. Volgens mij hebben we het geunlocked. Is het gelukt?
Volgens mij wel. We hebben in ieder geval gedaan wat het bordje zei. Je weet wat ze zeggen. 3 keer geschoten is altijd mis. Oké, hey Rudy, we hebben 3 lampjes. Ja. Zal ik hem gewoon nog een keer schieten? Ja, jank hem erin. Ah, ik heb geen arrow meer. Oh. Ik heb geen arrow meer. Heb jij nog een arrow? Bro, ik heb er 16. Oké, okay, beter janken nog even eentje doorheen. We gaan het nog 1 keer proberen. En dan, anders weet ik het niet hoor. Woep. Yep. Woep. Ja. Woep. Oh, wat doet hij dat toch goed? Wat een atletische man. Ik heb het gelukkig niet al 20 keer moeten doen. Wat? Nee, dit is heel soepel verlopen. Heel soepel. Oké, okay, daar gaan we. Schiet hem. Yeah. Niet slecht, loop maar terug. Niet okay. Terug? Ik kan negatief. Oké, okay, nou dan gaan we terug. Het is heel negatief. En ook heel rood. Maar ik kan niet teruglopen. Dag. Wacht. Kun je niet gewoon teruglopen? Nee, het is te hoog. Kan jij even... Je moet nog 1 keer die piston extenden. Wat, deze? Dan kan ik hierheen, denk ik. Ja, nu kan ik terug. Nu kan ik terug. Oké, nice. Laker. Okay. Ik kan gewoon sowieso terug met de kracht van mijn intelligentie. Ik loop verkeerd. Wacht, hold up. Ik ben weer verkeerd gelopen. Rudy, you have to hurry, my man. Hold up. Oké, never mind. Ja, een glazen dol of wie verzint dat? Hey, look at this. You read it. Gefeliciteerd, jullie hebben elkaar gevonden. Weer een stapje dichter bij de waarheid. De waarheid? De waarheid. De waarheid? De waarheid. Het is eigenlijk geen bier. De waarheid? Maar het is eigenlijk whisky. Is het whisky? Nee. Hier heb ik nog een biertje. Op we kunnen wel drinken op ons succes. Is goed, man. Ik hou van de pilsie. Hajoe. Perfect. Hey, I can jump again. Yes. Lekker biertje. Geniet van deze kleine beloning en tot in niveau 5. Niveau 5! We kunnen verder. Oeh, laker. Oeh. 3 diamonds. Ik zei het nog. Ik doe het alleen voor diamonds. I don't want no money. I don't want no homes. Ik ben in ieder geval blij dat ze op zijn minst iets hebben gegeven. Want de eerste paar 4 levels heb ik echt saus gekregen van die klote robotman. Ik vind het prima. Ik heb 15 arrows. Ik heb een boog. What the fuck? Dat is mijn toeter. Ik heb er ook één. Ik heb er ook één. Ik heb er niet bij. Alright, lekker. Hey, ben jij mijn coördinaten, Joost? Ja, mijn coördinaten kan ik nog even geven. Die zijn op 3000... Ah, oh, ja. Sorry. Ik moest hem er even voor lul zetten. Nou weet ik alleen niet waar Joost woont. Maar dan moet hij maar gewoon even langskomen bij mij. Hij heeft mijn coördinaten. Dus top. Ja. Kut, sorry. Ik wil gewoon weten waar die woont. Oh, je bent echt een komiek, man. Je bent zo grappig. Niet normaal. Nee, Rudy, je bent eigenlijk helemaal niet grappig. Shut up. Oké, okay, nou, ik denk dat dit mooi was voor vandaag. Maar wel nice dat Joost gewoon er is. Dan wil ik de rest ook nog even vinden. Ik wil met meneer... Meneer, kut. Laat maar. Thanks voor het kijken. Tot morgen.